Kom maar. Hi, Fifi. Hi, kindje. Ben je zo blij? Ben je zo blij? Ja, en daar waren we weer. Het is nu alweer vrijdag. Ja. Vanochtend hebben jullie Rijka kunnen zien? Die zit nou bij Ro alleen thuis. Maar ze moet het leren, want ja, ze gaat morgen naar mijn moeder toe. En vergoed, dus. Ja, en als mijn moeder ook boodschappen moet gaan doen, is ze ook alleen. Dus ja. Maar nu ga ik hier dus naar het Nederlandse Obesitaskliniek. Ja, het is alweer 5 jaar terug dat ik geopereerd ben. Maar ja, ik weet niet in hoeverre ik daar kan filmen, vloggen. Hè? Nee, maar anders houdt Roderick jullie ook wel een beetje op de hoogte hoor. Vast wel. Maar Rodi mag overal bij zitten, behalve het bloedprikken niet. Ik wist het en dat je dat zou gaan zeggen. Ja, echt hè? Oké, nou de auto is volgeladen. Hier hebben we een hele zak met lekkers voor de honden. Hier heb ik ook nog wat. Daar hebben we nog wat. Daar hebben we boodschappen. En de hele achterbank ligt vol met hondenvoer. Ja. En dan gaan we weer zitten. Maar hij is er niet helemaal naar, helemaal nog niet naar achter. Dat scheelt toch? Lekker. Ja. Los. Kom maar. Kom maar. Hi, Fifi. Hi, kindje. Ben je zo blij? Ben je zo blij? Ben je zo blij? Ik ben al aan het filmen. Ben je zo blij? Oh, ja, ben je zo blij dan? Ja, het is koud hè? Ja. Je bent ook nog zo jong. Ja, oh ja. Oh ja. Ja, ga je mee dan? Naar huis? Ja, ga je mee? Ja, en papa en die doos even tillen dan? Ja? Gaan we mee? Kom maar. Stop maar. Ja, ga je mee naar huis? Kom maar. Ja. Hey, alles goed, schat? Ja, alles goed. Denk en het is vandaag maandag 2 december. Om hoe laat? Om 12 uur 53 en 50 seconden. Dus, spannende dingen. Dus, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Natuurlijk, gloednieuwe vlog. Heel ja. Heel veel gloednieuw in de middag, heb je nooit. En heel veel. Kijkplezier. Dat was dus even Roderick die jullie eens een keertje zagen. Ja, en met mijn stem erbij. Maar dat maakt niet uit. Ik heb net een pakketje binnengekregen en die ga ik met jullie even openmaken. Yep, en ja, ik zit nog lekker in bed. Maar wel met een handdoek bij me. Lekker, want ik kom net, net... Ruim een half uur heb ik even gedoucht. Handig. En dan ga ik een pakketje openmaken met jullie. Dus ja. Ja! Yeah! Nou, ik zou dus eigenlijk al mijn pakketje op bed uitpakken. Maar dan had ik het last van de zon. Dus doe ik het hier samen met mijn liefdallige mannetje. Ja, kijk. Hele mooie van de AD. Ja. Ik kan het gewoon laten zien, maar het wordt toch echt blut. Lekker puf voor jullie. Ja, nou, ik heb wat besteld gisteren bij Camera Express. En ik word hier niet voor gesponsord. Ik heb het gewoon zelf betaald. Maar ik weet niet of dit het dus is. Zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Maar dan zou ik wel van PostNL een mail krijgen. Of een link. Zodat ik het kon volgen. Maar die heb ik niet gehad. Dus, dit is even een spanning voor mij. Maar ook voor jullie. Te kijken van wat ik binnen heb gekregen. Lukt het? Het lukt. Het is inderdaad van Camera Express. Kijk. Camera Express. Het is nog maar één ding. Dat is leuk. En de red. Ja, zometeen.
Ja, kijk, het is dus van Camera Express. Ja! Oh, dat willen we hebben. Dankjewel. Zo, deze wordt weer gebruikt voor Sinterklaas. Oké, kijk. Ja, ik heb dus deze besteld. Ja, is handig. Hè? Even eerst de achterkant laten zien. Deze. Dus hier ga ik ook weer een manual even openmaken. Als ik het ergens kan openmaken. Grappig. Vast wel. Vast en zeker. En zeker en vast. Vast en vast. En zeker en zeker. Kijk, ik ga het gewoon even in de doos achter mij. Smooth Q2. Ja, ik zou zeggen, ga maar lezen, schat, als je het toch zo leuk vindt om te lezen. Pocket size, peak format, easy setup. Dan moet je wel daar naartoe kijken, als je gaat lezen. Ja, dat is een pocket size, dus zakformaat. Peak performance, dat is hoge... Een beetje harder praten, schat, denk ik. Ja. Heb ik het neer nog wel? NL, 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 NL. Nee, Nederlands staat het niet op, niet. Dus, ja, Nederlands hebben we niet van de... Ik zag helemaal uit beeld, dat zie ik allemaal. Hè? Ja, daar ben ik. Ja, dat lukt toch maar. Ja, ik probeer een beetje, maar... Wil soms even niet wat ik wil. Kijk, zoveel. Ja, doet wel. Kijk, een beetje zo bij zitten. Ja, gezellig. En voordat je zometeen weer pleiten gaat, en ik... 8 minuten pleiten, toch? 8 minuten wil ja, mee. Ja, nog verkleden ook. Ja, is handig toch? 1:15 weg. Nee, 1:15. Hm? 1:15 weg. Ja, ik wou dat zeggen. 12:15, ja. Zo, ik heb het doosje ervan af. Het zit er dus zo in. Ik vind het heel mooi ingepakt, moet ik zeggen. Dat zeker. Echt netjes ook. Nou, dit is dus een... Ja, kijk. Nou ja, nee, kijk. Moet ik het wel even pakken. Zit. Instructieboekje. En nou ja, dit is het dan. Ja. Gaan we hem er even uithalen. Kan. Dat is echt licht. Ja, dan moet je even... Okay. Hou eens even. Ja, ho. Het is geen speelgoed om dat de hele tijd te gaan doen. Ik draai eventjes en draai lekker. Ja. Dat zo, kijk. En dan heb je hier aan en uit. Mm-hmm. Heb je hier dus die clip voor je telefoon waarschijnlijk om hem aan vast te klippen. Maar het zit zo lekker stug vast, jongens. Krijg je dit in vredesnaam eruit, joh. Nou, dan doe ik het eerste doosje wel. Ja! Wat zeg ik? Ja, daar moet jij ook even op letten, schatje. Ik zat op jou te letten. Ja, dat moet je dus niet doen. Oké, nou, hij is eruit. Ja, mooi. En ik heb het doosje er ook uit gehaald, want dat zit dus heel erg strak. Want dat zat dus hier in. Moet ik het zelf er ook weer in zien te krijgen, hè, vanzelf. Kijk. Ja. Kijk, ik haal dus deze eerst eruit, vanzelf. Want anders krijg ik deze er niet uit. Clippie. Ja, clippie. Om je telefoon... In te clippie, ja, ergens weet ik veel wat. Dus dat is dat. Dan hebben we hier dus iets in. Even kijken, kabeltjes. Een mooie voor om dus, hem dus om je pols te houden. Dat is ook ideaal. Ergens. Heb ik hier dus nog een slottenkabel. Allemaal in dit doosje. En dan heb je in deze mapje waarschijnlijk en de gebruiksaanwijzing. Okay. Even kijken. Hebben we Nederland er ook bij? Nee. Jammer. Engels wel, schat, voor jou. Dat is handig. Engels wel. Zo, kijk. Dat staat Engels, DE, Duitsland, Italië volgens mij, ja. Spanje, Rusland, Polen,
En Frankrijk en PT, weet ik het, PT. Portugal. Ja, Portugal. Is dit al Engels? Ja, alsjeblieft. Het is klein. Dat weet ik. Het is heel klein. Maar er zitten nog geen batterijen volgens mij in. Maar dat zien we zo meteen wel. Is hij nog niet opgeladen? Nee, tuurlijk is hij nog en nog niet opgeladen. Maar je kan hem dus ook gewoon, kijk, je kan dus hier dus die ding erin draaien. Maar je kan hem dus ook zo neerzetten. Dus ik ben wel blij in dat ik ze allebei heb besteld. Maar ik heb dus deze eerst binnen. Ja. En dus waarschijnlijk morgen of van de week krijg ik die andere binnen. Okay. Nou, dan heb ik dus... Dan zal ik even wat meer vertellen over deze. Ik heb dus hele goede research gedaan. En omdat ik nou weer vlog en met mijn telefoon, vind ik het wel handig. Hè, dat als ik dus ga canicrossen met de dieren overdag. En als ik zelf mijn eigen telefoon vast ga houden, dan krijg je dit. Maar deze dus niet. Dan krijg je zo mooie smooth beelden. Zoals ze dus op YouTube zeggen. Smooth beelden. En deze dingetje hier. Deze hele accu. Die kan dus ook fungeren als powerbank voor jouw telefoon. Dus ja, dus het is gewoon 2-in-1. Het is gelijk ook voor je mooie beelden te maken voor het vloggen. En ook dus een powerbank. Dus ja, ik zal de link sowieso van deze Smooth Q2 hier even onderin zetten. En dan heb jij dus een hele mooie ja, dingetje om dus mee te gaan vloggen. Wie weet... Ja, ik ben wel blij mee. Ik ben heel blij. Dat is dus deze. Kijk, en hier heb je dus ook allemaal nog knopjes. Ja, er zitten genoeg knopjes aan. Maar ik ga hem eerst sowieso even opladen. En dan kom ik TCT bij jullie terug hoe dit werkt. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Ja, nou, ik ga even de tv aan doen. Ook erg handig. Mijn geluid ook aan. Ook erg handig. Kijk, geluid aandoen. Dames, mag ik erbij? Dankjewel, Jan. Ja, mag ik erbij? Dank je. Jij bent lief. Zo, aandoen. En dan ga ik zo meteen even tussen. Dus ik zou zeggen, tot vanavond. Ja, een hele goede avond. Het is alweer 7:45 in de avond. Ik heb het eten op staan. Ik ga lekker aardappeltjes met broccoli eten en geen bloemkool, want ik wil dat nog eens door elkaar heen halen. De hondjes liggen lekker op de bank. Alleen ik weet even nou niet hoe ik dingen moet laten zien, want ik heb nou mijn ding aan. Dus ik zal eventjes een beetje testen straks. Gezellig met jullie. Zie jij wat ik niet zie dan? Wat zie jij? Alle twee hoor. Daar is Lady. Daar is Beauty. En hier ligt. Nou, nee. Moet niet. Nee, nou gaat hij weer mee helemaal. Dat moet niet op deze manier. Nee, kijk. En daar ligt Lovely. Hey, Lady. Hey. En nou heb ik dus... En mijn telefoon is ook helemaal niet in de hand. Ik heb alleen mijn mooie... ja. En mijn andere ding in de hand. Dus ik zal hem even naar die andere doen. Nee, dat is uit. Nee, hij moet niet uit. Juist, kijk. Dat is beter. Ik moet hem nog even aan wennen. Maar hij maakt wel volgens mij hele mooie beeldjes zo, toch? Ja. Nee. Oké, dan gaat hij draaien. Oké, handig. Als ik het niet weet wat ik moet doen.
En ik ben er blij mee. Ja, echt. Hey, Titi. Nee, ik moet weer even kijken hoe ik dat ook weer moest doen. Nee. Nou, wil hij dus niet wat ik wil. Nee. Ik ben even aan het uitvogelen. Waarom ook niet, hè? Joepie. Dat is mijn dingetje die jullie nu zien. Dat moet niet. Kijk. Daar hebben we dus Beauty liggen. Hé? Kleine meid. Daar hebben we Lady liggen. En hier hebben we... Luffy. En ik laat jullie zien wat ik aan het koken ben. Nee, hij stroomt zo wat. Nou ja, stroomt. Even het gas lager. Nee. Ja, joh. Ga zo draaien. Waar ik ook heel trots op ben, dat is mijn Ambu. Hier ben ik heel trots op. Kijk. Hier ben ik heel trots op, ja.